economische crisis begint in 1973 met de zogenaamde olieshock, waar de olieprijzen omhoog gaan omdat de producenten van olie in het Midden-Oosten zeggen we stoppen met produceren, tenzij de prijzen hoger komen. Maar eigenlijk was die crisis dieper. En wat zien we na 1973 en na die olieshock? We zien dat er in een aantal bedrijven sluitingen doorgaan. Bijvoorbeeld elektronica bedrijven waar veel vrouwen werken. Onder andere, ik herinner mij, Siemens in Brugge, Philips in Dendermonde. En wat zagen we dan gebeuren? Er moest afgedankt worden. Nu, zowel vrouwen als mannen in België werkten fulltime. Er was heel weinig deeltijdse arbeid op dat ogenblik. En we vonden dan via de vakbondscommissies vrouwen die lijsten vonden van criteria voor afdanking in een bedrijf. Bijvoorbeeld, je bent geen gezinshoofd en je partner heeft fulltime werk, dan ben jij makkelijk af te danken. Dat wordt niet gezegd in termen van man-vrouw, maar eigenlijk gaat het over vrouwen werken als bijverdiensten. En dus er werden meer vrouwen afgedankt. Daar is tegen ingegaan. Een tweede zaak was dan in 1974, socialistische minister De Wulf gaat besparen in de werkloosheidsuitkering, omdat er meer werklozen komen. En dat belast het staatsbudget. Wat doet hij? Opnieuw, de niet-gezinshoofden krijgen minder. Heel technisch uitgewerkt. De niet-gezinshoofden zijn natuurlijk niet alleen maar vrouwen, maar opnieuw 90% vrouwen. Dat was het tweede gevolg. Het derde gevolg, er komt een heel debat op gang over vrouwen moeten toch leren arbeid combineren met het gezin. Dan gaan ze niet zo gestresseerd zijn, geen dubbele dagtaak hebben en zo verder. En plots wordt door de Vereniging van Belgische Ondernemingen, het VBO, voorstellen ingediend om deeltijdse arbeid te bevorderen door subsidies te geven aan bedrijven, sociale zekerheid makkelijker daarvan te maken en zo verder. Waarvoor is dat? Voor het geluk van de vrouwen. Ze moeten een gezin kunnen combineren met de arbeid. Maar wat is het eigenlijk? Het is verdoken werkloosheid. Want we gaan dan cijfers onderzoeken van wie gaat deeltijds werken en waarom. Dan zien we dat de meerderheid van de deeltijdswerkenden vrouwen zijn, dat ze dat niet vrijwillig kiezen, maar gedwongen deeltijdsarbeid hebben. En ten derde dat wanneer je deeltijdsarbeid doet, dan kan je eigenlijk alleen maar uitvoerende taken doen. Je kan niet deeltijds een verantwoordelijk kader zijn. Dat is opnieuw een discriminatie in de mogelijkheden van carrière van de vrouwen. Dus wij zeiden, wij willen geen deeltijdsarbeid. Wij willen werktijdverkorting voor iedereen, naar de 35 uren week. Nu, al die discussies waren bezig in de maatschappij, op de televisie. Wij werden als vrouwengroepen uitgenodigd voor debatten. Er werd op de Nationale Vrouwendag een debat gedaan tussen Marina Hoornaert, ABVV, Nationale Verantwoordelijke, ikzelf, FemSocgroepen en nog iemand, tegen Jean-Luc Dehaene, die voorstellen naar voren bracht ook. En ons standpunt was, deeltijdse arbeid is een slechte oplossing, iedereen korter werken en iedereen een voltijds inkomen. Want wat betekent deeltijdse arbeid? Het betekent deeltijdse werkloosheid, als je daarna werkloos wordt, deeltijdse sociale rechten en deeltijdse pensioenen. En als je dan weet dat alleenstaande vrouwen gepensioneerd tot de armste groepen van onze maatschappij behoren, dan zeggen wij nee, we zijn daartegen. Nu, de coördinatie die we dan gemaakt hebben, noemde vrouwen tegen de crisis en wij zijn het begin geweest van opnieuw betogingen in België op 8 maart. Want voordien was in Vlaanderen 11 november de Nationale Vrouwendag. Dan hebben we in het verzet tegen die crisismaatregelen gezegd, we gaan terug naar de traditie van de arbeidersbeweging die 8 maart had uitgeroepen in het begin van de 20e eeuw als de Internationale Vrouwendag voor de Rechten van de Vrouw. Dan zijn we met Vrouwen tegen de Crisis, hebben we 3-4 keren hele grote betogingen gedaan nationaal in Brussel. Franstaligen, Nederlandstaligen, vakbondsvrouwen van de christelijke vakbonden en van de socialistische vakbonden, alle politieke partijen die, laten we zeggen, aan de progressieve zijde waren. De Groenen beginnen dan ook feministisch naar voren te komen. Dat waren dus de 15.000, 20.000 vrouwen en mannen die betoogden in Brussel tegen die crisis en tegen de manier waarop het weer op de vrouwen werd afgewenteld. Nu kunnen we zeggen dat we daarin verloren hebben. Die strijd hebben we niet gewonnen, want de crisis is verder gegaan, met ups en downs. Maar toch is in België deeltijdswerk minder veralgemeend dan in Nederland of in Engeland. En is de kwestie van de eigen sociale rechten nog altijd naar voren gekomen en sterk naar voren gekomen.
Die discussie wordt nu opnieuw actueel met de huidige wereldcrisis.